Hey hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben Naomi van Journal by Naomi en ik ben een beetje verkouden. Dus mocht je denken, wat haalt ze gek adem? De verkoudheid. En mijn stem is ook een beetje weg. Niks met de afgelopen beurs te maken, gewoon verkouden. We gaan aan de slag met deze spooky persona's. Die heb ik op de beurs gekocht bij Moeders Hobby Shop. En ik wilde daar wat leuke pagina's mee maken. Dus ik neem je mee en ik vertel natuurlijk over Cree Weekend Hardenberg. Deze pagina had ik al gemaakt, had ik gezien bij Vicky met de moeilijke achternaam. Die maakt op dit moment echt hele gave pagina's met vooral de pet tape van Onwise. En ik dacht, ja, superleuk, ga ik namaken. Heb haar uiteraard ook getagd en ze vond hem ook hartstikke mooi. Heel leuk, ze volgt me sinds kort. Dus ik heb best wel veel interactie met haar. Echt heel erg leuk. Ik zal er eens vertellen dat wij haar Vicky met een moeilijke achternaam noemen. En ik dacht, ik ga nog een pagina maken met die spooky persona's. Want ik vind dat die boeken van Marami, volgens mij is het Marta. Ik volgde haar ook al heel lang en toen een tijdje dacht ik, nou, ik ben er wel weer klaar mee. Heb ik een hele tijd niks bij haar gekeken en nu zijn die boeken, misschien zijn ze er al wel een hele tijd hoor. Maar ik zag ze ineens overal voorbij komen en toen dacht ik, ja, die spooky persona's en industrial persona's, nou, ik weet niet precies hoe die heet, die moet ik gewoon hebben. Dit zijn echt, die passen gewoon heel erg bij mij. En ik merk dat ik het echt super leuk vind. Ik ben niet zo goed in collages en hoeft ook niet. Wil ik misschien ook wel helemaal niet. Ik gebruik het op mijn manier en ik vind eigenlijk wel dat de pagina's die ik tot nu toe heb gemaakt heel erg leuk zijn geworden. Ook al zijn het niet, het zijn natuurlijk collageboeken en je kan van alles bij elkaar plakken. Ik vind het al leuk om één van die meisjes of jongetjes te gebruiken in op mijn pagina. Dus vandaar dat je mij niet helemaal collages ziet maken, maar ja, misschien is dat ook een manier waarop je denkt, hé, zo kan ik het dus ook gebruiken. Ik ben begonnen met een achtergrondje en in eerste instantie, dus op de vorige bladzijde, had ik die gemaakt met embossingpoeder. Dat was niet zo succesvol, want Vicky die deed dat ook. En toen bleef haar embossingpoeder super mooi plakken op haar eigen distressachtige inkt. Ik weet niet precies, ik heb hier wel een bakje staan. Eens even kijken hoe dat heet. Het heet Dye Ink Pad. Gewoon, zo simpel kan het zijn. En daar bleef het hartstikke mooi op plakken. En toen gebruikte ik de distress en dat werkte niet. Dus toen moest ik, nou ja, je moet maar even mijn TikTok video kijken als je wil weten hoe dat ging. Niet zo heel succesvol. Dus toen dacht ik, dat ga ik gewoon anders doen. Want ik kan bijna hetzelfde ook wel creëren zonder de embossing poeder. Dus dat was hier het plan. Heb twee kleuren geel gebruikt. Een wat fellere en deze lichte kleur geel. Om het een beetje op te vullen. Zodat je niet zo'n hele witte achtergrond hebt. En verder heb ik Black Suit gebruikt, dus de zwartste kleur distress die er is. En verder is er eigenlijk helemaal niks ingewikkelds aan deze spread, dus ga gewoon lekker kijken. Maak hem vooral na, lijkt me super leuk om te zien wat jullie ervan bedenken. Ik heb het natuurlijk ook niet helemaal zelf bedacht, dus kijk ook vooral even bij Vicky voor leuke inspiratie met de Onwise tape. Ik dacht, we moeten het nog over Hardenberg hebben. Laten we dat doen. Ik ben dus een beetje kortademig af en toe. En moet zo af en toe mijn neus snuiten. Maar ik dacht, ik wil toch een video voor jullie maken deze week. Want anders is Hardenberg alweer zo ver in mijn gedachten. Nou, ik denk niet dat dat heel snel verdwijnt hoor. Want wat was het een gave beurs. We stonden dus in hal 1... rij 1. En dat heb ik echt gemerkt. Zo'n verschil met helemaal achteraan staan. Tot nu toe hadden we alleen maar helemaal achteraan gestaan.
En nu stonden we dus gewoon in rij 1. En ja, ik heb dat heel erg gemerkt. Alle dagen waren super, super druk. Ik had natuurlijk op de vrijdag al gewoon heel veel reserveringen staan. En op zaterdag wat minder en op zondag nog veel minder. Maar uiteindelijk had ik zondag in de laatste sessie, dus echt van 4:30 tot 4:30, 8 mensen aan tafel zitten. Waarvan niemand van tevoren, oh ja, daar hadden 2 mensen van tevoren gereserveerd. En de rest allemaal op de dag zelf. Dus ja, top. Het meeste aantal mensen ooit die een workshop hebben gevolgd in Hardenberg. In Rijswijk is het een keer meer geweest. Maar voor Hardenberg was dit echt, echt heel erg druk. En daarnaast ook nog super veel dingen verkocht. Dus voor mij echt, echt een top weekend. En ook heel erg veel mensen gesproken. Zullen we het gewoon eens even dag voor dag doornemen? Wat ik me nog kan herinneren. Hardenberg is voor mij gelukkig maar een uurtje rijden. Dus dat betekende dat ik niet om 5:00 op hoefde te staan. Maar dat ik om 6:00 op ging staan. Want ik dacht, ik wil wel gewoon even rustig de tijd hebben om mijn stand op te bouwen. Dus ik ben om 6:00 ging. Nou, eigenlijk was ik om 5:45 al wakker. Ik had de avond daarvoor nog ouderavond gehad. Was ik echt om 9:00, 9:30. Zoiets was ik pas thuis. En toen hadden we de auto nog ingepakt. En die stond dus gewoon klaar. Dus ik, om 5:45 werd ik wakker. Ik denk, ja, ik kan nog wel een kwartier blijven liggen. Maar ik kan ook gewoon gaan douchen en gaan rijden. Dus iets voor 7:00 zat ik al in de auto. Nou, lekker rustig op de weg. Nog donker. Voor mij is het gewoon eigenlijk, als ik eenmaal op de N34... Ik moet eerst een klein stukje op de N33 en dan op de N34. En dan is het recht toe, recht aan. Alle dagen heb ik gewoon pech gehad dat ik achter een vrachtwagen zat. Je mag daar 100 rijden. Maar ja, die vrachtwagens rijden dus geen 100. Ik rijd liefst 110. Ik rijd liefst altijd net 10 kilometer harder dan mag. Maar het schoot niet echt op. Dus het is niet mijn favoriete weg om over te rijden. Maar goed, ik was er om 7:45. En toen bleek, oh, dat was echt, daar baalde ik van. Want we stonden dus in hal 1, rij 1. Dus dan verwacht je ook als je aankomt dat je gewoon maar een klein stukje hoeft te lopen. Hadden ze alles voor die ingang gewoon afgesloten. Dus je kon niet even daar staan om uit te laden. En ik kan gewoon niet op donderdag daar al naartoe om mijn stand in te richten. Weet je, de meeste mensen doen dat gewoon op donderdag overdag. Dan staan alle deuren open, alle laaddeuren. En dan kun je echt makkelijk je spullen daar even heen brengen. En nou ja, ik moest dus weer 3 keer lopen door alle hallen heen. Dus ik had alweer iedereen gezien voordat ik überhaupt bij mijn plekje was. En ja, ik denk dat ik rond 9:30 klaar was. Ik heb wel een routine nu. Enige nadeel van mijn plek was dat we gewoon echt nog geen meter achter de stand hadden. We stonden echt vrij strak tegen de muur. En ik heb gewoon mijn kraam een 0,5 meter naar voren gezet. Want ik kon daar gewoon niet eens meer een tafel kwijt. Dan kon ik er niet achter komen. Dus ja, dat was het nadeel, want alle kramen in het midden, die hadden echt wel, nou, 2 meter minimaal. Dat was echt een hele grote ruimte die zij achter hun kraam hadden. Dus dat was gewoon een beetje balen. En ook naast mijn kraam had ik niet echt de ruimte meer om mijn tafel neer te zetten. Dus ik moest het een beetje proppen en ik heb natuurlijk veel te veel spullen om te verkopen. Dus nou, het is gelukt. Uiteindelijk zag het er hartstikke leuk uit. Maar moesten mensen een beetje op elkaar zitten, omdat de spullen er ook op moesten. Heb er nog wel een tafeltje weten tussen te proppen, gelukkig hoor. Maar dat was het enige nadeel, want voor de rest was het gewoon een topbeurs. Dus rond 9:30 was ik klaar, met iedereen een beetje bijgekletst. Gaby stond natuurlijk naast me. En om 9:45 zouden de deuren al open gaan. Dat was echt, dat wisten wij als standhouders wel, maar het bezoekers niet. Dus om 9:45 moest het echt klaar zijn. Ik ben nog even naar Moeders Hobbyshop gerend om dus dit boek op te halen. En die andere, die industrial persona's. En dat was alles wat ik die dag heb ingekocht.
Want om 9:45 begon het. Joyce was er nog niet. Dus Joyce wist het ook niet. Ik had ook niet tegen haar gezegd dat om 9:45 de deur al open gingen. Dus die was nog onderweg. Op een gegeven moment heb ik had al mensen aan mijn tafel zitten. Ik ga er toch even bellen of alles goed is gegaan. Toen stond ze gewoon in de file. Dus wat dat betreft is echt, 's ochtends is het daar zo druk. En op zaterdag en zondag was er ook nog een andere beurs. Dus toen was het helemaal mega druk. Altijd wel genoeg parkeerplek hoor. Maar ja, je kan maar beter wat vroeg komen. Dan kan je gewoon nog fatsoenlijk naar de ingang lopen. Sta je dus niet in de file. En mijn allereerste workshop begon gewoon meteen. Officieel om 9:45. Maar ze kwam om 9:45 al aanzetten. Dus die heeft mazzel gehad. Dat ze wat langer de tijd had. En ze was toen ook de enige. En voor de rest van de dag heeft het gewoon volgezeten. Hebben we gewoon echt een hele drukke dag gehad. Geen momentje rust of even zelf ergens naartoe kunnen. En dat was heel erg leuk. We hebben wel rustig kunnen eten. Dat is echt heel fijn. Dat mensen zich dan ook een beetje aan de tijden houden. En dat was nu echt perfect. Mensen gingen echt netjes opruimen zonder dat ik er zelf iets van zei. En dus konden wij ook even lunchen. En natuurlijk gaat je verkoop wel door. Maar je kan dan wel eventjes fijn je broodje opeten. Wou ik zeggen voordat mijn opnameprogrammaatje er weer mee stopte. Ja, wat hebben we die dag nog meer gedaan? Ik ben denk ik nog even... Nee, dat heb ik zaterdag gedaan. Nee, eigenlijk niks. We zijn 's avonds nog uit eten geweest met een hele grote groep. Nou, ik was kapot. Toen moest ik nog een uur naar huis rijden. We waren nu wel weer bij hetzelfde. Misschien kennen jullie dat verhaal. We zijn ooit met Jesse at Sea en Love by Gaby zijn we naar een restaurant geweest in Hardenberg, waar we toen boos zijn weggelopen omdat we gewoon geen eten kregen. We hebben de poging weer gewaagd en nu kwam het goed. En we hebben ook snel eten gekregen en alles. Dus ja, dat ging deze keer gelukkig wel goed. Maar met een hele grote groep en dan spreken we elkaar toch eigenlijk niet zoveel als dat je met een klein groepje gaat. Het was heel gezellig hoor, daar niet van. Dus weer nieuwe mensen leren kennen, hartstikke leuk. En op zaterdag ben ik om 8:00 vertrokken. Dat scheelt, kan je even een uurtje later opstaan. En dan was ik er om 9:00. Joyce was er al. En die logeerde bij iemand die bij Craft Hearts in de stand stond. Dus die waren heerlijk op tijd. En nou konden we nog eventjes wat dingen zelf kopen, ook dat. Maar ook gewoon de stand netjes maken, alles klaarzetten. Dat het gewoon op tijd klaar was en netjes. Want daar heb je 's avonds dan meestal niet zo heel veel zin meer in. Aan het einde van de beursdag. Dus dan doe je dat lekker 's ochtends, dat alles weer klaar staat. En dat de workshops weer kunnen beginnen. Ik ben toen nog even naar Josefina gelopen. Want zij heeft die Lavinia stempels. Dus die heb ik bij haar nog gekocht. Een paar van die spooky dingen die ik hier mooi bij kan gebruiken. En ik ben even langs Jessie gelopen. Jessie had zien, want ik had mijn oventje in de fik gestoken. Dus het was wel tijd voor een nieuw oventje, dacht ik. Ik heb ook bij Kimia nog even wat weg laten leggen die dag. En dat later op de dag opgehaald. Dus dat zijn de dingen die ik heb gekocht. Als je dat wil zien, ik heb er een TikTok van gemaakt. En ja, ik probeer best wel veel, elke dag eigenlijk, een TikTok te maken. Dus dat is ook een beetje een nieuw ding. Misschien had ik dat al wel eerder verteld hoor. Maar ik maak nu veel Journal With Me video's op TikTok. Zaterdag. Verder heel druk gehad, weer. De drukste zaterdag ooit voor mij. En super lief. Er waren ook nog twee mensen die een cadeautje voor me mee hadden genomen. Echt veel te gek. En zo ontzettend mooi en lief wat jullie hebben gemaakt en hebben gekocht. Heel dankbaar daarvoor. Dank jullie wel. En ja, gewoon heel druk gehad met heel veel bekenden gehad zaterdag. Vrijdag ook al, maar zaterdag ook. Op zondag eigenlijk de meeste onbekende mensen. Dus blijkbaar is zondag toch een soort van workshopdag. En komen dan de meeste onbekende mensen. Op zaterdag heel erg veel bekenden gezien. En wat ik zo ontzettend leuk vind, dat heb ik al wel vaker gezegd, dat er dan ook mensen zijn die terugkomen. Echt super.
En jullie vinden de gridpaste, vonden jullie heel erg leuk om te leren. Ik heb ook echt nog maar 3 potjes gridpaste over of zo. Dus ook super dat jullie allemaal een potje gekocht hebben om zelf thuis verder te gaan proberen. En ja, dat was eigenlijk de zaterdag. Ik ben gewoon naar huis gereden en enorm genoten. En zondag precies hetzelfde. Ja, dan moet je weer opruimen aan het einde van de dag. Ik dacht echt die zondag, dat wordt super rustig, komt niemand. Ik had mijn dochter meegenomen. Nou, die was er na een uur eigenlijk wel klaar mee. Die had echt een hoofd dat je dacht, nee, ze vindt dit nog niet leuk. Ze is 10, dus ze is ook gewoon nog best wel jong om dan de hele dag er te zijn. En de kassa wou ze graag doen, maar dat was eigenlijk nog wel best moeilijk. Dus, en tot mijn grote verrassing was mijn man er even met mijn oudste. Had ik wel eens gezegd, over, oh, ik zou het leuk vinden als je een keer langskomt. Had hij niet gezegd, had gewoon kaartjes gekocht. En ze zijn ook maar 1,5 uur geweest, denk ik. En toen zei ik, nou, neem mijn dochter ook maar mee. Of onze dochter ook maar mee. Want die vindt het toch niet zo heel erg leuk. Dus toen zijn zij met z'n drieën lekker naar de dierentuin gegaan. Toen was de vraag nog, moeten we nog weer terugkomen? Nee, laat mij maar lekker opruimen. Ik heb daar echt mijn eigen schemaatje voor, wat moet waar in en zo. Dus heel even hulp gehad. En nu weten we, volgende keer gaat ze gewoon weer lekker met opa en oma workshops doen. En dan kan ze wel met mij mee naar huis rijden. En helpen met opruimen, dat is geen probleem. Maar nou, ze is er nog net iets te jong voor. En ze wilde echt blij voor, maar ik dacht, het zat mij in mijn irritatiezone. Ik dacht, laten we dat maar niet doen. Dus dat hebben we weer geleerd en meegemaakt. Wel heel leuk dat ze het wil, hoor, en dat ze het probeert. Dus ja, 3 dagen volop genieten was het. Echt, ja, ik kan niet anders zeggen dan zoveel leuke mensen weer ontmoet. Zoveel nieuwe mensen ook geïnspireerd. En dat vind ik leuk. Dat er ook, weet je, de mensen die vaker komen, dat is super gezellig, want we kennen elkaar inmiddels en hebben het heel erg leuk. Dus dat, ja, vind ik misschien wel het allerleukste. En daarnaast dat er dus mensen komen die zeggen, ik heb nog nooit gejournald, leg eens uit. En die dan een workshop doen en helemaal enthousiast zijn. Dus nu ga ik voor februari, want dat is mijn allereerste beurs weer in Gorinchem. Helemaal nieuwe beurs. Dus organisatie ook helemaal nieuw. Ik ben super benieuwd. Ik heb al gezien waar ik sta en zo. Wordt heel erg gezellig. Alleen ik moet nog even bedenken wat voor workshop. En ik had jullie de vraag gesteld op Instagram. Wil je gewoon lekker journalen of wil je iets leren? En dat was een beetje 50-50. En toen had ik gezegd, als je dan iets nieuws wil, wat dan? En wat ik een hele mooie vond, waar jullie heel veel om vragen, is de Waterfall Tabs. Alleen hoe het workshopboekje er nu uitziet, kan dat niet. Want er zit gewoon te weinig pagina's in. Dus ik moet even kijken of ik met iemand van mijn samenwerkingspartners, of we kunnen bedenken dat er een extra bladzijde of zo in dat boekje komt, of nou, wat dan ook. Daar moeten we nog eventjes over nadenken. Want ik denk, als je daar zo'n dubbele in doet, dan kun je best wel leuk waterfall tabs maken. Maar ik maak de boekjes niet zelf, dus ik moet even overleggen of dat financieel kan, natuurlijk. En nou, dat moeten we wel eventjes kijken, want ik heb genoeg tapes. Dus om de tapes hoeven we het niet te laten. Maar het gaat hem voornamelijk om de grootte van dat boekje, dat daar dan een extra bladzijde in moet. Dus daar ga ik nog even over in overleg. Maar dat is tot nu toe wel degene waarvan ik denk, als ik dan iets ga doen, is dat inderdaad wel een heel leuke om mee te oefenen. En dat betekent niet dat je dat dan ook per se moet doen. Maar je mag ook gewoon lekker journalen. Dat was nu ook zo met de gridpaste. Als je gewoon lekker wilde journalen en dat niet wilde gebruiken, ook prima. Maar volgens mij heb ik weer een heleboel mensen kunnen inspireren om, ja, weer met iets nieuws aan de slag te gaan. En dan heb je dus na die beurs, dan moet gewoon op maandag alles weer opgeruimd worden. Want ik had het laten staan natuurlijk, van Rijswijk tot aan Hardenberg. Want dat was maar 4 weken, dus ik had gewoon alles laten staan. En dan moet je weer alles opruimen. En ik wilde wat TikTok-video's opnemen op maandag. En deze video heb ik ook op maandag opgenomen. En nu vrijdagochtend zit ik hem in te spreken. Hopen dat hij nog op tijd online komt. En anders misschien vandaag een uurtje later. So be it.
Maar wat ik nu heel erg fijn vind, is dat mijn spulletjes weer op zijn plek staan. Ik heb gewoon weer, ik kan gewoon weer mijn hand uitsteken en dan staat daar weer wat ik zocht. En dan hoef ik niet in zo'n krat op de kop om alles eruit te halen. Dus ja, dat is wel echt heel fijn dat alles nu gewoon weer op zijn plek staat. En weer voor mijn eigen gebruik is. Hij staat nog open. Ik heb hem nog niet weggehaald. Dus wil je nog tapejes kopen? Journal by Naomi verkoopt. Een Instagram pagina. Daar staan nog wat tapejes te koop. Dus mocht je dat willen, kan dat nog steeds. Maar verder staat alles nu gewoon weer op zijn plek. En wat fijn is dat. En daarom kon ik ook deze gave pagina eigenlijk maken. Dus ik ben nu nog even op zoek. Wat ga ik nog verder doen? Maar volgens mij wordt het niet heel veel meer dan dit. Mocht je nou ook deze boeken willen kopen. Moeders Hobby Shop is wat mij betreft echt wel een tip. Ik had nog nooit iets bij haar gekocht. Maar ik sprak haar op Rijswijk. En toen dacht ik, Melissa heet ze volgens mij. Wat een leuke dame. En nou ja, jullie weten, als ik een beetje een leuk contact met iemand heb, dan koop ik daar graag mijn spulletjes. Dus vandaar dat ik haar zeker aanraad om daarheen te gaan. En daar deze boeken te kopen. Er zijn vast nog wel andere websites in Nederland waar je het kunt kopen hoor. Maar ja, ik raad haar dan aan. Ja, tipje. En verder ga ik zo nog op TikTok een winactie online zetten. Daar heb ik in een paar weken tijd echt wel 500-600 nieuwe volgers gekregen. Daar heb ik bijna 2000 volgers nu. En ik dacht, laat ik daar eens een winactie gaan doen. Dus mocht je TikTok hebben, kom ook gezellig daar even kijken. En mijn YouTube kanaal heeft ook 2000 volgers. En elke dag komen er nu meer en meer bij. Dus ik weet niet wat er gebeurd is. Maar echt super gaaf dat daar nu ook weer een beetje groei in zit. Want ja, dat had ik vorige keer gezegd. Als het groeit, word ik altijd heel enthousiast. Dus vandaar dat deze video nog heel snel, voordat ik met mijn man over 4 minuten weg moet, zit in te spreken. Dat er in ieder geval vandaag ook weer een video online is. Ik ga in ieder geval mijn best doen om volgende week ook 1 te plaatsen en zelfs 2 te maken. Want die week daarna is de herfstvakantie voor ons. Zitten wij lekker in Disneyland op vrijdag. Dus zorg ik dat er een video in ieder geval klaar staat. Dat jullie wel iets te zien hebben. Misschien wordt het niet iets heel uitgebreids. Maar ik ga wel mijn best doen dat er iets is. Verder, vergeet je niet te abonneren. Al die andere dingen. TikTok, Instagram, Facebook. Ik heb een nieuwe groep gemaakt. Facebook Bullet Journals ID Nederland. Dus daar kan je ook al je spreads plaatsen de komende tijd. Ja, vieze handen. Maar de spread is wel klaar. En ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. Tot volgende week.